Nou, goedemiddag allemaal. Daar zijn we weer met onze volgende vlog. We hebben vanmiddag besloten dat we het niet zo vaak gaan doen. We gaan niet elke dag wat op de site zetten, want dat is niet te doen. Dat wordt te veel, hebben we besloten. Daarom. En vandaag heb ik bij mij Johan, de voorzitter van Stichting De Erker. En Johan, wil jij ons alsjeblieft vertellen wie jij bent? Wat jij doet? Ik ben Johan Grijs en precies wat jij net zei, voorzitter van Stichting De Erker. Dus ik mag de bestuursvergaderingen voorzitten en af en toe wat representatieve taken doen. En dat soort aardigheden. Het is heel leuk om te doen eigenlijk. Het is wel wat meer. Toen we begonnen hier zo, toen ik begon in ieder geval. Er moest wel wat lijken uit de kast gehaald worden en hier en daar. De financiën moesten een beetje op orde gebracht worden. Tenminste, de grote lijnen ervan, want de kleine lijnen die hadden natuurlijk al keurig op de schot. Maar dat soort dingen. Dus, het is de moeite waard om te doen. Hè. Ja. Het is een hele leuke tijd. Valt het je mee of valt het je tegen hoe het hier, toen je hier binnenkwam, wat je gedachte daarover was? En hoe het ook in de praktijk is, zeg maar. Dat vind ik wel lastig. Ik ben nog goed. Ik lees af en toe eens door Schiedam heen en de week op een gegeven moment weer een keertje. Het zal geweest zijn. Oktober, september. Stond Harry buiten te roken, dat deed hij toen nog roken. Nu is het helemaal afgelopen. Die week ben je zei, kom, ik moet je wel vragen. Je moet bij de bestuur van De Erker komen. Dus dan moet je wel eerst zeggen, met thuisfront overleggen natuurlijk. En die vonden het allemaal prima. Dus, toen gedaan. En het een komt ander. En dan merk je van, het is leuk om te doen, maar het is ook leuk om in zo'n bestuur te zitten. Het bestuur is echt een mengeling van denken en doen, zeg maar. Hè. Dus, ik heb wel gezegd, we moeten ons motto veranderen. Denken, durven, doen. Dat moeten we eronder zetten. We hebben werkzaam met Erker. Denken, durven, doen. Oh ja, misschien is het wel een mooie om die ook daadwerkelijk op het logo erbij te pakken. Ik vind het van leuk. Ja, ik zou er helemaal voor zijn. Laten we er met bestuur over praten, zou ik zeggen. Gewoon denken, durven, doen. Want dat is wat de Erker is. Er wordt nagedacht over wat we willen, wat we doen. Welke kant we op moeten enzovoorts. We durven nieuwe paden in te slaan, durven. Met clubs in zee te gaan waarvan we niet eens weten of er precies vlees in de kuip hebt. En dan blijkt later wel hoe dingen zich ontwikkelen. Ik kan me goed herinneren hoe Richard bijvoorbeeld binnenkwam. Ja, en dat was echt iets van. En dat heeft zich hartstikke leuk ontwikkeld met Richard. Ja, we gaan hem ook nog interviewen hoor. Maar dat is in een later blog. Je krijgt iedereen toch? We gaan iedereen doen. Ja, en het is allemaal ongeveer 4 minuten, dus je kan ongeveer de tijd zien. Er zijn grote toekomstplannen voor de Erker. Kijk, ik weet ze allemaal wel. We zijn druk bezig met van alles en nog wat. Zou je in het kort willen vertellen wat er nu op stapel staat binnen de Erker? Het is wel leuk om je heen te kijken, vrouwen, denk ik. Want er is de afgelopen jaar al heel veel gebeurd. Heel veel gebeurd, ja. En wat nu gaat gebeuren, ik vind het zelf wel een hele mooie. We gaan echt werken aan het verduurzamen van de Erker. Dus terug in energieverbruik. Gemakscomfort verbeteren, want dat zit er ook bij. Hè? Het is niet alleen zo dat je minder energie gaat gebruiken, maar het is ook dusdanig zo dat mensen veel meer comfort hebben in de ruimte die ze gebruiken. We gaan waarschijnlijk, maar helemaal zeker is het nog niet natuurlijk, zonnepanelen op het dak krijgen. En waarschijnlijk is het een beetje afhankelijk van of het dak het echt kan hebben, dus er nog onderzocht worden gevoerd. En of je inderdaad voldoende inschrijvingen krijgt voor de coöperatie die het moet gaan doen natuurlijk. Juist. Ja, maar dan gaan we dus keihard aan trekken, want we willen dat het echt een succes wordt. Ja, want dat is ook wat voor de kijkers natuurlijk, voor 3117 postcode. Ja. Hou ons in de gaten, want jullie kunnen mee gaan doen natuurlijk. Ja, en dan ook al kan je zelf geen zonnepanelen op je dak zetten, dan kan je toch meedoen met energiecollectief. En daar moet je wel voor betalen natuurlijk, maar daar pluk je ook de vruchten van door minder gebruik op je meter, zeg maar. Dus dat is perfect om te doen. En we verwachten ook dat we dit jaar of anders volgend jaar dat we slimme regentonnen krijgen. Dat is ook wel een prachtig ding is. Het klimaat verandert, we hebben steeds meer stortbuien. Deze wijk heeft daar heel veel last van. Er zijn echt rioleringsproblemen hier zo. Dat idee is dat je die tonnen met die overbelasting aan regen, die tonnen vult. En dat er ook een voorbeeld voor het wijk weer zijn. Het doet veel meer van die dingen in de wijk komen. Ja, auto's wassen, plantjes water geven, dat soort dingen. Ja. Dus dat staat allemaal nog te gebeuren. Ja. En we krijgen natuurlijk toch steeds erger blijven.
wordt steeds diverser op de een of andere manier. Er gebeurt hier van alles, allerlei groepen komen hier binnen. Ik vind het heerlijk. Ja, ik denk dat we gewoon, want we moeten alweer af gaan sluiten in verband met de tijd. Ja, oh ja, ja, anders ja, duurt het te lang. Maar ik denk dat ik voor jou spreek, voor het bestuur spreek, maar ook voor al die vrijwilligers, dat we gewoon super trots zijn op wat we hier met z'n allen neerzetten. Ik denk dat dat helemaal terecht is. Okay, nou, dan gaan we het hierbij laten. Dankjewel Johan voor je interview. Hartstikke graag gedaan.